Dit zijn mooie, hè? Als je een vakman bent, dan moet je je materiaal kennen, toch? Meranti, eiken, wenge. Ja, we zijn gevraagd om samen te werken met het Zeeuwse Museum. En op zich vond ik dat heel leuk om te doen. Omdat ik toch op de een of andere manier mijn vak door wil dragen. En het museum doet het project hout. En dan met name verbindingen. En naar mijn idee is er nog niet veel veranderd in de verbindingen. Alleen de techniek eromheen is heel veel veranderd. Handboor heb ik ook nog nooit gebruikt. Voor de eerste keer voor vandaag. Ja, ik vond het eigenlijk best wel leuk om met oude wensen te werken. Ja, lijkt me beter eigenlijk. Wat je opa's doet, en dat kan je nog doen. Sla maar in deze. Is dat jouw verbinding voor vandaag? Hoor je dat? Dat is denk ik het verschil. Dus dat je echt een focus hebt op één verbinding maken. Weet je wel. En niet zozeer een werkstukje, maar gewoon echt die verbinding. Want als je er één keer een pen in slaat, dan weet je nog niet of die pen nou echt strak is of te strak of niet. Als je er 12 in geslagen hebt, dan pas ga je voelen wat dat doet met het materiaal. En de een is net niet strak genoeg, en de een sla je kapot. En, nou ja, en dat zijn denk ik hele interessante dingen die je met handwerk kunt leren. He, dus dat je echt fysiek voelt wat je materiaal betekent. Nou, die zijn helemaal keurig. En je staat hier prachtig in een hoekje weggewerkt. Hè? Dat was vroeger ook met die jongens die deutels staken. Die stonden natuurlijk niet midden in de werkplaats. Die werden in een hoekje gezet of bovenop zolder. Hier heeft de tijd wat langer stilgestaan. Het waren natuurlijk allemaal eilanden, vrij geïsoleerd. En daardoor zijn dit soort werven ook gigantisch lang eigenlijk in hun tijd blijven hangen. Laten we eerlijk wezen, als we gewoon met zo'n schroefmachientje en de spaanplatschroef erin draaien, dat is voor die kinderen helemaal niet leuk. En hier zit een verhaal aan vast. Ze moeten een pennetje steken, ze moeten een pennetje schaven. Het moet erin geslagen worden, een gaatje moet geboord worden. Dat is, ja, dan zijn ze lekker met hun handen bezig. En wie weet houden we daar nog een timmerman aan over? Ik hoop het. Ja, dus dit gereedschap gebruik ik veel. Deze vorm maak ik ook wel vaker. Alleen niet specifiek op deze schaal voor de botenbouw. Dat is nieuw voor mij. Vooral ook als je die grote pen erin ramt. Dat was wel echt voor het eerst. Die schaal is wel echt anders. Als je met een stoel, ben je toch met fijnere dingen bezig. Zeg maar. Dat is hem. Nou Kasper, ik kan een boot bouwen. Nou, ik denk dat ik het allerbelangrijkste, dat je met handwerk proeft aan een zelfstandigheid die misschien een beetje verloren is gegaan, zeg maar. En simpele technieken, het materiaal kunnen voelen en erachter kunnen komen dat je met een paar simpele gereedschappen heel veel kan maken. Dat geeft een bepaald soort vrijheid die je volgens mij op heel veel dingen in het leven kan toepassen. En waar je kunt leren in een bepaalde richting te groeien. Dus je kunt jezelf leren ontwikkelen op die manier. En omdat het fysiek zo tastbaar is, hè, met houtwerken, rechtzagen, niet rechtzagen, te strak, niet strak genoeg, weet je, al die hele basale, het moeten doorzetten om het goed te kunnen doen. Daarmee leer je gewoon dat het mogelijk is om ergens beter in te worden. En dus ook om, vrijheid te voelen, denk ik.